Dit seizoen stellen we in Roda JC TV spelers uit de belofte en jeugdopleiding aan je voor die je in de gaten moet houden. Vandaag is het de beurt aan Brian Jacobs. De 18-jarige aanvaller tekende afgelopen zomer een opleidingsovereenkomst. Hiermee liet de club zien dat ze veel vertrouwen hebben in de linksbuiten die dit jaar tweedejaars A is en af en toe meedoet met de belofte. Ik was zelf heel trots. Het is een leuk gevoel om te horen te krijgen dat de club jou aan wil binden. Ja, mooi gevoel. Ja, niet omschrijven eigenlijk. Hoe lang heb je hiervoor moeten werken? Ja, lang genoeg. Ik voel me nu rond 11 jaar bij de club. Eerst in de jeugdopleiding en ook nog bij mijn eigen club zelf, RKBS. En na een aantal jaren gewoon vast in de jeugdopleiding. Ja, heel hard gewerkt. Veel dingen voor moeten laten. Dus wel blij dat ik nu een contract heb getekend. Jij zit dus al heel lang bij Roda. Waarom past deze club zo goed bij jou? Ja, ik woon in de buurt. 5 minuten fietsen misschien. Ik ben vroeger vaak naar het eerste gaan kijken, nu nog steeds. Ja, het is altijd een speciaal gevoel als je het stadion binnenkomt en je ziet de spelers op het veld. En gewoon de dingen eromheen, de sfeer. Dus het geeft wel altijd een goed gevoel om te gaan kijken bij een stadion. Ja, om te spelen voor deze club is ook gewoon heel mooi. Vind ik zelf. Gewoon doordat ik hier uit de buurt kom. Familie is gewoon allemaal fan van de club. Dus ja, beter zou eigenlijk niet kunnen. Afgelopen jaar ben je met de A1 ben je ook gepromoveerd naar de Eredivisie. Is dat tot nu toe het hoogtepunt uit jouw toch nog misschien korte carrière? Ja, ik denk het wel. Het was een heel mooie ervaring. Het was een heel leuk team. Een vriendenteam eigenlijk gewoon. Het was ja, gewoon een goed team. Ja, het was wel een van de leukste momenten van mijn korte carrière dan nog. Je speelt dit jaar dan voor de tweede keer in de A. Je speelt dus in de Eredivisie. Hoe anders is het dit jaar voor jou in vergelijking met vorig seizoen? Je hebt een heel nieuw team om je heen. Of ja, een paar jongens staan, die waren vorig jaar ook eerstejaars. Die zitten er nu nog steeds in. Maar het meeste is gewoon nieuw, eerstejaars. Dus het is nog allemaal even wennen. De tegenstanders zijn sterker, beter. Gewoon alles is beter. Ja. Het is gewoon een veel hoger niveau. Maar het leuke is ervan dat je wel kan meten met andere jongens van bijvoorbeeld Ajax, PSV, Feyenoord. Dus dat is wel fijn. Je hebt nu je eerste contract getekend. Wat is jouw plan voor dit jaar? Waar wil je aan het eind van dit seizoen staan? Ja, sowieso dat we met de in de Eredivisie blijven. Het zou heel mooi zijn. Verder hoop ik gewoon vaak met de beloftes mee te kunnen gaan met de wedstrijden en te trainen met de beloftes. Ook misschien eens een keertje bij het eerste trainen. Dat is ook al 2 keer of een paar keer gebeurd. Dus dat was wel heel fijn. Leuk om mee te maken. Ja, gewoon hopen dat we erin blijven met de A. Dus denk ik het allerbelangrijkste.